Romano, ik wil even met jou terug naar een moment vlak voor rust. Moment op de achterlijn. Wat gebeurde er? Ja, ik probeer die bal nog in te houden. Mijn knie gaat een klein beetje naar binnen en hij valt er vol bovenop. En, in het begin dacht ik wel dat het erg was. Het deed volgens mij behoorlijk pijn, want we hoorden je flink gillen. Het deed heel veel pijn. En, gelukkig trekt het allemaal weg. En, laten we hopen dat het niet zo erg is. Want je bent de tweede helft wel weer begonnen. Maar heel snel ging je eruit. Waarom ging het niet meer? Ja, ik probeerde het nog. Ik merk gewoon dat ik niet 100% kan geven. En ja, dan is het beter dat iemand anders gaat spelen. Die wel gewoon gas kan geven. En daarom heb ik de keuze gemaakt om eruit te gaan. Het was wel een teleurstelling, hè? Want je ging even flink slaan op de grond. Ja, eerste keer voor het thuispubliek in de basis. Ja, dan wil je meer laten zien. En dat kon helaas niet. Nee. Want hoe leefde je naar dit moment toe, je basisdebuut thuis? Ja, heel erg. Ja. Dat beschrijf het dus de afgelopen dagen? Ik speel hier voor heel veel mooi publiek. En wil je gewoon laten zien aan iedereen hier dat je wat je in je hebt. En probeer je doelpunt te maken. Had ik eerst zelf nog wel een kans op. Maar na de wissel kan je geen kans meer krijgen. Dus helaas. Maar het is beter voor mij om eruit te gaan. Ja. Een verstandige keuze. Ja, vind ik ook. Je noemt hem al even die kans in de eerste helft. Beschrijf dat moment eens. Die linksback van hun krijgt hoge bal. En hij legt hem eigenlijk voor mijn voeten. Dan moet ik hem eigenlijk gewoon voor mijn rechterbeen leggen. Want die is gewoon sterker. En maakt niet uit. Het ligt er gewoon voor mijn linkerbeen. Ja, dan moet ik sowieso gewoon zorgen dat die bal op goal is. Dat als de keeper hem niet pakt, dat hij zit. Ik schiet hem... net naast de kruising volgens mij was het. En hij zit niet. En nu is het nog steeds wachten op de eerste doelpunt. Kon je dat moment snel loslaten? Want ik had het idee dat het nog wel even een beetje in je hoofd bleef zitten. Ja, dit was de kans om mijn eerste doelpunt hier te maken. En in de Eredivisie. En dat is niet gelukt. Dus daar baal ik heel erg van. Ja, ik zag Mike de Wierik daarna ook nog even bij je staan. Bij een hoekschop. Wat zei hij toen tegen je? Ja, vergeet. En de volgende kans gaat erin. Want die jongens weten ook wel dat ik... meestal als ik zo'n bal krijg dat hij erin gaat. En nu gaat hij niet erin. En hij weet zelf ook wel van dat ik die bal normaal wel afmaak. Dus dan zegt hij dat gewoon tegen mij en steunen ze me.